Present! Jongens, 4 uur, het is weer zo laat. Jullie hebben natuurlijk het codewoord achtergelaten in de comments, toch jongens? Ik ben hem niet vergeten, jullie ook niet, toch? Ik ben hem vergeten. Maar jullie hebben het goed onthouden waarschijnlijk. Ja, ik ga eerlijk zijn. Ik voel me niet zo lekker. Maar goed, the grind keeps on going, man. It keeps on going. Ik denk dat ik dadelijk even een miserabel bakje koffie pak. En hopen dat dat me redt en de airco op mijn bek zet. Ik weet niet. Ik ga gewoon wel na deze sessie, ga ik wel echt even goed chillen, man. Maar ik moet wel even zeggen, we gaan er dus gewoon volop de aanval inzetten op die piramide. En dan gaan we kijken of Joost een man van zijn woord is of niet. Stel, daardoor gaat de cluster open. Epic. Nou hebben we een soort van jammer van de craftmaster gesloopt. Kunnen we full force terugkomen en kunnen we daarna alle basissen van de craftmaster hier gewoon kapot maken. Ik weet niet wat hij allemaal van plan was op Lost Island. Maar zoals Joost ook al zei, we zijn een beetje poppen voor hem en hij is de marionettenspeler. Dus het voelt gewoon alsof hij ons heel erg bezighoudt in zijn domein, zeg maar. Maar goed, dat is dat. Jamie. En koop de G-portal met korting. Klik op een linkje. Zeker, klik op een linkje bovenaan in de beschrijving. Er zijn er twee. Elke eentje server info update video. Dankjewel. Dankjewel G-portal. En dankjewel G-portal voor spelen. Ja, is een vaste partner. Jongens, nee maar eerlijk. Daar kun je gewoon de settings overnemen van de servers die wij hebben. En dan kun je in G-portal server komen met 10% korting. We gaan aanvallen. Hashtag ad. Jamie, ik heb een klein beetje voorbereid. Ja. Of ja, we hebben nog heel veel dingen die we uit moeten zoeken natuurlijk. Oh, we hebben wel een Tila. Goddammit. Wacht al. Goed, okay, ik heb hier 3 tech rack saddles. Oh, chill man. Die hebben we nodig. Die zitten in raid ready en er zitten nog 2 staggers bij en we hebben nog meer, maar die moet ik nog even... Leeft Bob nog? Ja. Oh, chill. Bob leeft. En die anderen zijn geleft op HP ook en die hebben allemaal saddle. Nice. Nou, dan gaan we flink hakken daar, gek. Ja, ik heb een generator en een teleporter, dus ik kan er van ze heen. Ah, sick. Ik pak even een pre-raid bakje koffie en dan ga ik ook mijn zooi pakken. Nou, hoef je niet ervan, hè. Gaan we turrets, heb je die nog allemaal? Zet hier wat in de hardware kluis. Ja, ik pak ze wel even, ja. Ja, het zijn er maar 8. Goed, het is... Dat dan nu even snel iets staat, dan kunnen we dadelijk nog alles overhuizen. Oh ja, we hebben wel heel veel autoteurs. Ik denk dat ik even snel wat heffies ga maken. Ja, is goed. Jojo. Hoi jongens. Gaan we wel even een bakje koffie hebben. Crafty Foundation, die... Wat ik zei. Kut, we hebben nog helemaal geen fabricators, man. Die liggen hierin. Ja, ik heb ze. Wat moet ik ze neerzetten? Wat doen we nou de crafting? Geen idee. Je achter vind ik een mooie plek. Oh, dat is zo'n mooie plek, jongen. Er liggen geen turrets in de hardware. Nee, ik heb ze allemaal er even uitgepakt. Maar je kan ze hier komen halen als je wil. Hier, zit hier in de meest rechter. Alright, lekker jongens. Dat wordt geregeld, dan moet ik even heel snel gasoline hebben. Ik weet niet waar ik dat in... perfect. Perfect. Kom maar. Ketsen we erin, zetten we aan. Doen we dit, dat. Heavy. Maximaal stampen. We worden er 31 worden er gekraft. Lekker. Dan kunnen we nog iets doen. Ja, hier zit heel veel raidspul in, man. En heel veel raidspul ook. 31 wat? Heavy turrets. Zoveel? Ja, die autoturrets heb ik allemaal omgezet. Oh, wat? Fuck, oké. Ja, lekker, hè? Ja, dat is wel netjes, hè. Ah, weet je wat? Jij bent netjes, man. Jij bent netjes. Ja, thanks, man. Ik heb trouwens ook alle vlak gerepaired, zowat. Ja, dat is ook nice. En ik had de craftmaster nog gekild hier, man. Je hebt waarschijnlijk allemaal al gezien wat hier boven staat. Ja, ik heb nog heel veel vlaksets, noem maar op. Wat ja. En Shadow Mane zag ik. Ja, Shadow Mane, Stego, 700, C4, raketten, noem maar op. Ja, dat is teren. Echt ziek, man. Van alles. Hij was net zo fop aan het opruimen. Oh, nee, ja. Ik zag nog in de triplot van alles. Ik dacht, wow, yo, dit is echt zieke stocks, man. Keiharde gains. Nice. Heb je nou echt alles gerepaired? Die kan nog. En deze kan nog. Oprecht nice, man. Even kijken. Dit armor is ook wel echt flink kapot eigenlijk. Het is allemaal een flink stuk. Godverdomme. Hebben we nog likes? Geef me even likes. Oh, niet zo'n likes, man. Yes, ja, eigenlijk is dit hele armor een beetje kapot. Wat is dit? Avatar boots. Maar is het gewoon vlak, of niet? Oh, wacht. Het kon gewoon niet repairen, omdat ik... Omdat het zeg maar niet helemaal kapot is, dan kun je niet E erop drukken. Dan moet je echt rechter muiskop aan repair doen. En check. Oké, nu is het wel allemaal redelijk repaired hoor. En de vlak chest zit gewoon ramvol. Bap. Oké, er zitten nog een paar kapotte dingen in. Maar oh jongens, 186 stuks. Pure terror jongen. Oké, ik ga op ons bouwen man. En dan kun je dadelijk ook meteen door TP'en. Ja, is cool. Ik ga dus even koffie pakken en dan kom ik helpen. Jo, is goed. Lekker bakkie. A few moments later. Oké, jongens, kijk hier. Ik heb mijn koffie. Alsof vast het codewoord van morgen. Koffie. Zet hem maar vast in de video van morgen. Wat? Hoe dat is niet hoe het werkt. Dus jij bent niet hoe het werkt. Hi, cool jongens. Mijn Raid Helm is ready. Mijn lelijke Sinomakops op mijn rug is ready. Mijn, ja, dat was het. Nee, ik was alles gewoon ready.
Oké, ik weet niet wat ik mee moet nemen, want Jamie is volgens mij alles al aan het plaatsen. Ik ga gewoon even daar snel checken wat de stand van zaken is. Ik kan eventueel heel veel explosives meenemen. We kunnen ook redelijk TP'en, dat is ook een ding. Dus dan hoeven we daar niet per se een vol te hebben, zeg maar. Al is dit wel... Ja, ideaal gezien zet je gewoon een bed dan... Of een kluis hierbij of naast. Ja, ik ga eerst even Hij is er nog niet. Oh, hij moet natuurlijk ook naar de desert vliegen. Dat is wel een ding, ja. Oké, als Jamie dat mooi doet, ga ik gewoon één kluis preppen. Met alleen maar reetzooi. Oké, dus ik heb een vault. Ik kan dan hier in principe even kijken naar rocket launchers die niet kapot zijn. Zo. En hier eventueel ook. Ja. Tech rifle. C4 misschien. Ja. Hier zit niet echt heel veel reetspul in hoor. Is valt een beetje tegen. Maar wel hatchets. En dan grapple. Spyglass. Wat hebben we nog meer altijd, jongens? Help me even nadenken. Spyglass, whip, bola. Oh ja, de dingen, de harpoen. En dan net. Oké. Okay. Grapple. Pff. Spyglass. Harpoen. Net. Alright. En dan C4 nog misschien. Perfect. Bedden. Of parachute. Ik zal ook eens even 8 bedden maken. Alright, cool. Dat is allemaal reetspul. Dan hebben we nog meer rockets en ammo en noem maar op als het goed is. We moeten heel even kijken waar... Ja, ik weet niet in hoeverre we echt moeten gaan strijden. Maar we kunnen eventueel gewoon ook wel een shotgun gebruiken of een Fabby. Want daar hebben we gewoon iets minder van. Dat is wel een nadeel. Alright, en dan natuurlijk de usual dingen. Met brewskies en biertjes. Hey, we hebben heel weinig bier... Oh, kut. Zal onze bierbusiness gesloopt zijn daar binnen? Ik denk het wel. Hey, what the fuck? Nee! Ze hebben de chief bier gekillt. What the fuck? Oh, splinter ook echt. Hoe weet iedereen dat we hier al zitten, joh? Ja, wacht. Hier heb ik geen zin in. Dit gaan we even heel snel oplossen. Vault. Zo. Alles er even lekker in. En ik ga even een Jenny maken en een heavy turret er neerzetten. Want ik heb hier geen zin in. Ik ga er gewoon even twee buiten neerzetten. Generator. Kom op. Ik weet niet of ik nou gereed ga worden of niet. Maar doe mij maar niet, alsjeblieft. Ik heb hier geen zin in. Gasoline. Ja. Even de foundation. Give me some ARB, man. Bob, bob. Bob. Oké, okay, geef me even die hardware, zooi. Ja, het scheelt dat er Craftmaster Foundation staan, maar alsnog vind ik dit gewoon niet leuk. Dat is echt een hele overbodige kill. Dat is die iconische dinosaurus, oké? Okay? Je hebt de cipier gekillt zonder reden, splinter. Dan komt hier gewoon de ramptoerist uit hangen. Vind ik niet leuk. Oh, kut, ik kan dan waarschijnlijk geen eens bouwen door de Craftmaster. Zie je, Enemy Foundation. Zo zwaar overbodig, man. Oh, wacht, die stond waarschijnlijk op neutral. Dat is allemaal Craftmaster. Waar ben je dan? En niet stoeren en wegvliegen, dat slaat nergens op. Type of Craftmaster. Hey, dit is bijgebouwd. Dit is nieuw. Dit lijkt nieuw. Ja, ik vind dat ik hier iets tegen moet doen, man. Wat is dat houten bordje? Laten we ze terugpakken? Hoezo we? Huh? Waarom gaan mensen überhaupt samenwerken met de Craftmaster? Die man is gewoon voor geen kant te vertrouwen. Ik en mijn koffie zijn het hier niet mee eens. Laten we ze terugpakken. Oh, er staat ook een tech turret. Oké, wacht. Dat moet even heel snel gesloopt worden. Oké. Okay. Yup. Hi. Enemy Foundation nog. Zo. Is dan een extra line of defense hier dan? Ja, deze staat niet heel ziek. Maar goed, maakt niet uit. Oké. Okay. Rocket. Ja, kun ik met Jamie ook helpen met de raid, man. Oh, en de Mad Bruce moet ik even snel in de kast doen. Rocket Tech Rifle moet ik hebben. Kunnen we al TP'en? Ja. Alright. Ja, ook maar C4 even. En Tech Rifle heb ik hierin zitten. Ja. Alright, ik ga bij Jamie checken. Yo. Oh, daar vliegt iemand. Jamie, ik zag een bordje. Ik zag een bordje bij onze buiten staan. En er staan extra foundations. Stond bij, laat ons terugpakken. Een bordje van de Craftmaster naar iemand toe. En Splinter heeft onze cipier gekillt. Ja, dat zag ik. De iconische. Rudy Jamie. Echt heel onnodig. Hallo? Hey. Joost. Hey, even snel voor de Craftmaster hier komt. Succes met het reden. Ik zorg ervoor dat hij iets anders gaat reden dat hij hier niet is. Dan hebben jullie een paar seconden vrij spel. Ja. Daarna ga je gewoon lekker je gang hier. En als ik de gens uit heb, dan schiet ik wel een flare of zo in de lucht, oké? Ja, is cool. Wat ga jij doen? Ga je meevechten of? Wat de tijd is. Zeg je? Ga je meevechten of wat ga je doen? Ja, ik ga tot die tijd sta ik gewoon aan de Craftmasters kant. Dus jullie mogen gewoon op mij schieten, whatever the fuck. Oké. Ja, oké. Oké? We zullen het wel meespelen, het spelletje. Lekker spelen, aju. Joe. Oké, Jamie, ga even snel de andere basis klaren. Ja, is goed. Laat me weten wanneer je nodig hebt. Ik ben een beetje buiten. Ik ga even snel de span opruimen. De dino's hebben we nodig. Een span opruimen? Ja, om onze basis. Er staat trouwens een vault bij de teleporter met wat raid shit alvast. Ja, dit is een two-man job. Met tech settle en zo. Klopt. Ik doe even snel een kleine sweep, oké? Ja, dat is wel pittig. In mijn tijd hoefden we dit allemaal niet te doen, jongens. In mijn tijd logde ik in op Arken, ging penguins mappen.
Vroeger. Goeie tijd, man. Goeie tijd. Oké, nou, element. Ik hoop dat ik niet te laat ben, maar dat zal wel weer, want dat is altijd. Want elke seconde in Ark telt altijd, hè. Altijd. Oké, okay, die rockets zijn wel zo. Prima. Ik moet even... Oh. Als ik extra bij kan spammen, dan ben ik heel erg blij. Rockets, ja, wel even C4 erbij maken, man. Maar ik ben het wel met Jamie eens. Dit is wel echt een two-man job. Tech-rex, tech-go zou echt perfect zijn. Dan kunnen we zo doorheen blazen. Ik wil nu gewoon echt even kijken of ik hier nog iets kan remmen. C4. Oil pump, sporten. Dat is een teleporter. Ik weet niet of die van ons was. Is het powered? Nee. Nee, mooi. Oh, dat doet heel weinig damage. 1, 2, 3, 4, 5. Jezus. Hoeveel heb je nodig? Hoe kun je best een tech turret slopen? Dat is niet slim. Ja. Godverdomme, die lijkt altijd ook, hè. Kijk, zit hier al iets in? Nee. Ja, je kan... Dat is een nadeel van deze turret. Je kan ze niet kapot schieten. Ja, reload, reload, reload. Sneller. Lekker, man. Nog gewoon cool met de skin. Niet op. Ik kan de beste toch wel C4'en. Dan moet ik echt 10 opgooien, wil de dingen ontploffen. Laten we het proberen. Ja, volgens mij heb ik... Oh. Wordt gehit. Niet vanuit waar. Oh man, dat ding is niet kapot te krijgen, joh. Wreckage dissipated, hou je be... Ik weet nooit wat van teleporters ik hoor, man. Hij is kapot. Alright, ik ga kijken of ik zoveel mogelijk nu... Auw. Wordt gesniped door iemand. Je zag die C4 echt omhoog vliegen. Wat kut. Hoeveel moet ik er hebben? 3 of 4 per ding? Ik heb er nooit echt uitgerekend. Het is wel handig dat ik dat weet trouwens. Oeh, stop met... Oh, ze schiet via boven. Ah. Wie is dat? Oh, dat is Joost. Oké, okay, lachen. Nou ja, oké, okay, Joost mag schieten nu. Ik vind het helemaal best. Ik vind het helemaal mooi. Dat is de Craftmaster daar waarschijnlijk ook. Oh, ze hebben daar een Jenny staan ook. Ja, de bovenhand is wel vervelend eigenlijk. Oh, nou wordt ge-arrowed. Dat is iets minder chill. Ja. Oké, okay. Ja kijk, dit is allemaal van die klote spam waar we... Dus even kijken waar ik zeg maar gebied mee kan winnen. Oh, hier is al. Too close, too close, too close. Daar is een main. Oh. Dat is niet chill. Ja, dat dacht ik al. Maar dat was goed. Dat is goed. Dat is goed. Die zag hij niet aankomen. Daar ben ik blij om. Daar ben ik ontzettend blij. Jawel. Jawel. Oeh. Oeh, dit is minder. Dit is minder. Dit is minder. Dit is minder. Kom op. Nee. Oh, volgens mij heeft dat ding de Jenny gesloopt ook net. Maar dan moet ik daar heel snel respawnen, man. Kut. Waar is het? Prison? Nee. Niet sleeping bag. Nee. Waarom? Mag ik ook niet even mijn bed vinden? In de prison. Goddamn. Nee. 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 Oh, dat is zo fucking zuur. Nee. Oh, ik had zoveel shit. Ik had zoveel shit. Nee, dat is zo zuur. Echt op het randje daar. Op het fucking randje, man. Oh, dat is zo zuur. Bro, dat is ook echt niet cool. Ik moet heel snel even een Jenny maken. Oh, dat is zo pijnlijk. Oh, dat is zo pijnlijk. Ah, nee, doe dit. Oh, kut. Wat doe ik nou allemaal? Oh, Jamie. Oh, dat is echt pijnlijk, ouwe. Oh, dit is zo irritant. Kom op, loop. Oké, ik doe dit even zo. Oh, bro, als ik dat... Oh, die is zo naar gegrappeld ook, jongen. Dan heb ik niet even een chill battle. Al die sleeping bags ook. Oké, okay, niet deze shit slopen. Nee, nee, nee. Oh, oh, ik ben keihard gearkt. Ik ben keihard gearkt. Oh, dan ga ik dood. Oh, ik word zwaar gearkt, jongen. Nee, ik word dubbel zwaar gearkt. Oh, nee, ik word triple gearkt. Oh, ik word hier gewoon een beetje depressief van, jongens. Klein beetje. Klein beetje maar. Oh, ik had het. Ik had alles. Ik had fucking... Ik had alles. Oh, ik had alles, man. Ik had alles. Oh, nu hebben ze ook gewoon moves kunnen maken. Zo, die is al gehit. Waar is Jamie? Ja, oké. Okay, het is tijd om hier op te focussen, denk ik. Ja, als tech turtles, Jamie is dan gewoon bij basis.
Zo, Jamie. Oh, mooi. Mooi. Grapple. Spyglass. Is heel goed, is heel goed. Ja, pak zijn shit, man. Oké, doe het weer, mensen. Oh, bro. Ik had hem gekilled en ik had alles. Ik had alles. En dan nog steeds alles, of niet? Nee, ik had... Dat was een Shadow Man op Aggressive en hij hitte me net voordat ik in de cave zat. En hij sloopte net mijn generator met één hap. Zuur. Heb jij nu zijn gear? Heb je zijn gear? Ja, ik heb zijn gear. Kom, we moeten even hier moves maken. Ja, ik pak even vlakken, dan gaan we. Ah, kut, man. Ik had oprecht zijn halve fok. Neem even dino's mee die je uit kunt gooien en zo. Ja. Oh, jongens, dat was zo zuur. Oh, dat was balen. Ja, we hadden hem wel. Oké, even kijken. Hands, helmet. Schoenen hebben we gewoon niet zo goed, hè? Hands, helmet. Torso. Relax hebben, man. We moeten wel meteen knallen. Die meteen, check. Oké, even kijken. Raid ready. Zo, die dienst kunnen we allemaal lekker uitgooien. Alright. Good to go. Ik had lekker nog een vlak even daarbij moeten zetten. Oké, dan moet ik een biertje hebben, denk ik. Oké, jongens. Het uiteindelijke doel is sowieso dit. Als we dit hebben, dan hebben we al onze oude zooi hopelijk weer terug. Lijkt erop dat Joost in ieder geval mee aan het spelen is. Er zat 800 element in zijn body, zag ik net. Nou, lekker. Ja, dat was... Het begint op dit moment gewoon niet meer te voelen, joh. Nee. Ja, ik weet ook niet wat hij allemaal had, maar... Oh, ik had alles, man. Ik baalde flink. Dat was 1 centimeter lopen nog en ik was gewoon helemaal klaar. Ja, goed. We gaan nou even de boel hier opblazen. Dan krijg je er gewoon wat terug. Ja, zeker. Ja, oké, ik heb hier 3 kruisers bij me. Van een Rex en 2 Stego's, maar ik laat ze nog wel even. Ja. Bier vlak in zitten. Biertje nog? Ik heb 1 biertje hier. Dan ga ik wel op de Rex. Pak jij biertje. Zit erin in de kluis. Ja. Oh, element trouwens, daarover. Ik lust wel wat. Element. 18 element genoeg. Nou, doe iets meer. Ja, het is een mix van metal en tech, die torens. Dus dan moeten we even... sowieso eerst even focussen op die tank dingen. Ja, ik zal mijn best doen. Ik kan het allemaal niet zo heel goed zien, maar ik kijk wel. Wacht, ik zet mezelf even in jouw lijn in. Want volgens mij hebben we nauwelijks range, hè, buiten de bubbel. Ja, klein stukje. Zat die PTE wel binnen de shield? Nee, maar dat, ik was bang dat hij mee ging als ik dit fluitte net. Oh ja, tuurlijk. Oké, ik moet goed go, man. Ja. Oké. Zeg maar als je draakt. Nog niet. Hou. Kijk, jongens, raken. Kijk, er is zelf niet meer geraakt. Kan je hem nog niet raken? Nee, hij heeft... shit. Oh, als ik net in de buurt wil komen, dan word ik geschoten. Door de hoogte, denk ik. Nee, ik kan die pillars niet hitten, man. Ja, ik word gehit, ik word zwaar gehit. Ja, je hebt ook gewoon 25k. Oh. Ja, dat tikt. Ja, ik moet werken hier, want dat zie je niet op. Oh ja, ik hit. Oh, kut. Oh, nu weer niet. What the fuck? Ja, ik moet wel echt, zeg maar totdat je niet meer kan. Ik hit. Half AP. 10, 9, 8. Oh nee. Oké, ik moet nu weg. Oké, ik heb een klein beetje schade aan kunnen richten. Hey, Transmitter zou ik ook eten. Wel even de triplog in de gaten houden. Meteen door. Ah, ze hebben de heavy turrets buiten bij de gate al kapot, die 3. Ja, maar niet uit. Dat was toch easy. Ja. Maar binnen een manier defense nu. Oh jawel, dan kom je echt niet zomaar binnen. Ah, deze Rex heeft niet heel veel AP. Maar ik ga het hier even mee riskeren, want ik heb cryo. Ja, anders ga ik op die andere. Oh ja, wacht. Ja, die heeft iets meer AP. Ja. Oké. Ja, probeer even iets meer in de hoek aan te komen lopen van dat ding. Jij. Oké, jongens, we moeten dus eigenlijk proberen die dingen onderuit te knallen. Alleen, ik kan die latjes. Er zijn al dingen kapot. Ja, wel een paar. Ja, ik moet nog een stukje verder, man. Ja, ik hit. Ja, goed. Maar ze hitten mij ook. Goed. Oh, genoten. Ik kan niet goed zien wat... Ja, die achterste zijn lastig te hitten, man. De tank goed is kapot allemaal, volgens mij. Nee, er zit er achter nog... Die metal heeft nog best veel AP. Maar die moet eigenlijk gewoon... Ja. Metal krijgt bijna geen damage. Nee, klopt. Er zijn nog... Nog 2... Ja, eigenlijk de achterkant vooral. Dus ik moet gewoon even iets meer erin. Ja, even nieuwe spulletjes halen, dino's. Ja, ik gooi de Rex er even uit, want ik heb weer cooldown. We hebben wel maar 3 Rexen. Is er nog een Stego in, man, maar ik weet niet of die heel goed is. Wel weer ready. Hey, wat was die damage? Oh, gewoon wilde turret. Ja, ik moet dan die angle meer pakken. Hoi, jongens. Large bear trip standing torch. Oké, ja, hij is al bezig. Oh, hebben Joost nog gekilled? Oh, dan zijn ze er wel in geweest. Ah, ik moet even vlak Lex repareren. Lekker. Oké. Ik terug kill Joost. Misschien ook even snel gaan looten, man.
Ze zijn wel aardig ver namelijk al. Ja, dit is onze enige wall of defense. Oh, Jamie is ook bezig. Goeie. Oké, moeten stego neer. Ik zie hier ook maar gewoon een stego neergooien. Wil Jamie hier een stego neergooien? Ja, doe maar. Ik heb vet loot van Jones. Oh, nice. Mag ik dat terug? Nee. Oh, je kan ons maar horen. Oh no. Oh no, boss. Ja, zet er maar een stego neer op agressief ofzo. Ja, doe ik. Oh, volgens mij is Jones aan het luisteren, maar... Oh, ik ga zijn eigen ding dat tegen hem gebruiken. Dat is geniaal. Oké, geef me even een empty cryo. Sharpen plate, lekker. Behavior. En dit is onze craftmaster knuffel. Ik wil hem even in actie zien eigenlijk. Maar goed, ik moet met Jamie ook andere dingen doen. Ah, Sag. Nog een deadon? Hallo. Hallo, hebben we nog een deadon? Ja, maar die zit waarschijnlijk in de raid sorteerkluis. En die moet wel even een voetbak hebben. Als Jamie dat even getaald heeft, er ook geen zin om hier nu bezig te zijn. Oké, we moeten dus vooral de tech structures onderuit schieten. Dan als we dat hebben, dan kunnen we focussen op een raket erin janken. En dan hebben we in principe één hoek uitgeschakeld. Oké, daar gaat hij dan. Poepoe. Ik moet die achterste eigenlijk een beetje hebben. Dus ik moet er wel even recht... even draaien. Ik moet gewoon committen aan die achterste kant eigenlijk. Kijken of dat lukt. Ja, hoeveel HP heb je? Nou, ja, deze. Nou, dan moet je gewoon even snel. Niet sneller dan ik. Ja. Dit iets. Ja, zo'n transmitter was stuk. Ik kan het niet zien, man. Volgens mij hebben we hem. Ja, nou, blijf schieten. Dit is metal, dit is metal. Ik denk dat we alle tech kapot hebben, man. Shooting! Oké. En ik moet nu terug. Oké, terug. Nice. Ja man, dat waren de tech support. Oké. Zo, jezus. Mooi. Ja, kijk, nou is de metal ook bijna voor de helft al kapot. Dus wordt iets makkelijker gemaakt. Ja, dubbel steken als dat lukt. Kijk of ik mijn andere steken nog uit kan gooien. Yo, Jame. Ja? Staat er nog iets overeind van de bierfabriek in onze oude base? Daar heb ik alles uitgehaald. Oh, oké. Ik zag dat we niet heel veel biertjes hadden. Ja, die moeten wel ergens liggen. Ik heb er echt veel uitgehaald toen. Oké, top. Alright, ja, nou een dubbel stego denk ik, hè? Nee! Huh? Oh! Dat is de agressive stego. Oh nee. Dat er een zadel op. Ja, dat wel. Behavior enable passive healing. Waar staat dat? Enable passive healing. Ja, ik weet dus niet of nou, de... Nou, heal als de wind, deadon! De plate setting veel uitmaakt voor damage. Want ik had nu sharp plate. Ik hoop eigenlijk dat dat gewoon zou bleeden als een malle. Oké, deze stego is ready, man. Ik ga even snel daar kijken. Ja, ik heb niks. Oké, doe maar. Gals. Hallo, wil je koekjes kopen? Hallo. Wordt gezogen, jongen. Ik had iemand gehit, maar ik weet niet wie. Oh, mijn god, dat ging hard. Mijn beentjes zijn kapot. Ik heb niks waardevols bij. Oh, pas op. Dat is een gevaarlijke hoek nu, jongen. Nou, zij kunnen we veel beter zien nog steeds. Waarom ploft hij op? Grappelen. Oh, Jamie zit vast. Kom hier. Was hij gebolad? Waarom is Jamie zo zwaar? Oké, nou hij is gesaved in ieder geval. Weer techbow. Ja, ik heb je gesaved though. God, zij kunnen veel meer zien met zo'n techhelm. Je hebt toch echt een flexetje aan? Oh, maar die andere niet. Oeh, Jamie, nee! Oh god! Lekker. Ik wil die andere erin hebben. Kom eens hier, jong. Oh, laat maar. Blijf maar daar. Oeh, dat was close. Ik wil alsnog even een nieuwe... Oh, we fucking verkopen. Dat is nice. Ik dacht even dat ze al leeg waren, hoor. Had ik hem niet? Oh, man. Hier kun je echt niks zien, man. Had hem wel genet. Oeh. Oké. Oh, ik heb een zieke tech rifle, man. Wat is er met mijn body gebeurd? Oh, dat weet ik niet. Ik heb deze keer niet... Waar is je body? Volgens mij heeft hij het niet gepakt. Oh, hij is al low, Jamie. Ga erin. Ik weet niet of hij hier turrets heeft, maar ik ben er een beetje bang voor.
Kijk, ik luister nog heel even af. Craftmaster is gevlucht. Zo, die main wil ik even neer hebben hier, jongen. Ik moet Jamie helpen. Okay, fuck, die dingen hebben veel te veel HP, joh. Volgens mij was zijn armor daar gewoon kapot. Die 200 damage, ik dacht even dat het structure was, maar dat was Craftmaster zelf waarschijnlijk. Oké, okay, laten we kijken of we die toren kunnen slopen. Oké. Okay. Kut, ik heb geen lags. Ik heb Ascend Attack Rifle erbij, man. 184% Ascend Attack heb ik erbij. En een 573 fabricated. En natuurlijk weer heel veel element. Top. Biertjes erbij. Nice. Hebben we nog extra chest pieces? Nee, hè? Ik ben niet hier. Nou, ik weet niet wat hier ligt. Ligt hier. Alright, cool. Nou, laten we het doen. Ik hoop dat het lukt. Ja, dubbel stego. Ik hoop het ook. Als we die ene toren al hebben laten vallen, dan is het goed, man. Ja, is. Maar ik heb een beetje mijn twijfels of dit gaat lukken. Maar ja, ik ook. Van het headfirst erin moeten. Ja. Nou, laten we voor vandaag even één final push doen. Oké, okay, biertje. 3, 2, 1. Bier. Rechterin sprinten. Een gaan. Oh, ja. Ja. Ik word nog niet direct gehit, dus stop. Gaan. Gaan. Oké, schiet. Oh, fijn. Ik fire. Juist! Gaan we eruit? Draai om. Doe mijn best. Auw! Goed. Woe! Jeeën! Netjes man, hoppa! Lekker gewerkt! Ik ben vast benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in de Vono. Oh ja, zo benieuwd wat de Vono leren. Jeep of the God. Gaat het? Jongens, code wordt morgen. Koffie. Jullie weten het. Zie je morgen. 4 uur. Dan gaan we deze piramide slopen. Gaan we terug naar alles. Scorched Cloning Base. Genesis Element Hook. Mountain Base. Zie je morgen.